Ik ben ervan overtuigd dat elk kind gewoon moet kunnen sporten en bewegen. Ik denk dat het heel goed is, niet alleen om fitter te worden of gezonder te worden, maar ook in de omgang met elkaar denk ik dat het heel erg belangrijk is om te sporten. En schaken is gewoon een sport waar de kids heel erg veel beter van worden. Schaken scherpt de geest. Geestactiviteit is goed voor de hele ontwikkeling van het brein. Ook voor je lerend vermogen. Dus het is niet iets extra's eigenlijk wat je doet, maar je biedt iets aan wat gaat helpen in het hele schoolprogramma. Het is spannend, het is nieuw en je moet er heel goed over nadenken. En wat natuurlijk heel leuk is aan de schaken is dat er inmiddels ook veel studies naar zijn gedaan. Johan Cruijff heeft ooit gezegd, hè, je voetbalt niet met je benen, want die doen slechts wat je hoofd bedacht heeft, zei hij er ooit over. In de tijd dat ik schaakte, al enige tijd geleden, waren de schakers wilden eigenlijk niks weten van fysiek. Dat is niet meer zo. De buiken zijn uit de toernooizaal verdwenen, al die schakers hebben goede conditie en besteden daar ook aandacht aan. De spelers zelf zijn ook topsporters. Ik vind het wel mooi om te zien, ook de concentratie bij de spelers net voordat ze moeten beginnen. En ze zijn eigenlijk al in de voorbereiding bezig. Ja, bewegen is schaken. Ik denk dat in de toekomst schaken ook een onderdeel kan zijn waarbij de kinderen leren om vooruit te denken. En dat zal met schaken zou dat een hele goede toevoeging zijn in de sporten die we al doen met ze. Ja, voor een buitenstaander zou je denken een denksport en een best wel stevige sport op het veld is iets anders. En toch is het heel goed bij elkaar te brengen. Component van heel goed je bewustzijn, dus die hersenen heel goed laten werken terwijl je een fysieke sport doet. Ja, die combinatie is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus een beetje schaken voor fysieke sporters zou ook nog wel eens kunnen helpen. Nou, ik denk dat elke bewegende sport schaken is. Dus of het nou judo of voetbal is. Je bent bezig met het ontwikkelen van je eigen kracht. Je bent bezig met het zoeken van openingen, scores maken, iemand vast proberen te zetten en uiteindelijk winnen.